De organisatie Climb and Grow Coaching and Counseling heeft vrijdagavond in samenwerking met Practitioner for Communication Coaching and Counseling een seminar georganiseerd in Toriosso. Het seminar had als titel De opvoeding binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap. In de loop van de avond zijn er verschillende stellingen geponeerd waarop de aanwezigen konden reageren. De spreker voor de avond was Lorraine Filet, directeur van Climb and Grow Counseling and Coaching. Ze gaf aan dat tienerzwangerschap en criminaliteit gezamenlijk tegengegaan moeten worden. Als ouder dien jij te weten wie je kind is. Sumana apikin fusamas ragado giu afrantwortu abra. Zodat isabi fa ikachare waka. Ook daarvoor is er een plan nodig. Die zal leiden tot een doel. Ik zeg, weet en ken je kind. Laat jouw kind jouw studieobject zijn. Leer en onderzoek jouw kind simpelweg door het kind goed te observeren. Als iets zich voordoet bij een ander, vraag jouw kind hoe hij of zij dat zou aanpakken. Is een manier om erachter te komen hoe jouw kind om hem heen denkt over bepaalde dingen of bepaalde dingen beziet. Een gedragspatroon ontstaat niet binnen één dag. Lorraine Filet, directeur van Climb and Grow Counseling and Coaching, ze sprak vrijdagavond tijdens een seminar en themaavond georganiseerd in Toriosso.